muziek. En misschien kent u het, misschien niet. Hele bijzondere instrumenten. Ja. Nou, misschien dat ik heel kort... Ja, kom alvast bijstaan, heren. Kom hier vast bijstaan. Willen jullie hier op het podium staan of gaan jullie voor het podium staan? Kom, ja, dat zou het mooiste zijn, want dan kunnen we jullie allemaal zien. Kijk hoe prachtig hier iedereen eruit ziet. Ja. En jullie zien alleen nog maar de achterkant en al applaus. Want je ziet hier hele aparte instrumenten. Dit is namelijk een... Dit is de doedoek. De doedoek. En het lijkt, ik weet niet of u het kunt zien, het lijkt ja, van heel ver af op een blokfluit. Ja, een soort blokfluit. Gemaakt is abrikozenhout. En 3000 jaar spelen Armeense mensen die doedoek. Komt deze doedoek ook echt uit Armenië? Echt uit Armenië, typisch Armenische instrument. Hele mooie klanken hebben. Heel, ik ken het, ik heb het al vaker gehoord, prachtige klanken, maar ik zag nog een instrument waar ik benieuwd naar was. Nou, oh, ik ga iemand anders bevragen. Ja, vertel eens even, want wat zie ik daar voor een instrument? Dat is voor, in jullie ogen is dat een soort gitaar, maar het heet gitaar. Heet dat soort een hele oude traditionele instrument van zoveel 100 jaar. Maar dat komt ook echt uit Armenië? Ja, alles komt uit Armenië. Alles komt uit Armenië. Ook wat jullie uitdragen hier, mevrouw, een prachtige kleding. Nou, we zijn gewoon heel benieuwd. Wij gaan gewoon lekker luisteren. Hebben jullie al een naam bedacht voor deze groep? Ararat. Ararat. Geef ze een groot applaus. Ararat.